ga kamperen in Duitsland, dat ik niet bepaald denk ik wil met onweer in een tent. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij Ardennen dag 3. Het grappige is dus dat er overal in België mondkapjesplicht is. Dus op het strand moet je wel een mondkapje op. Maar verder, als je op je eigen plek zit niet en als je zwemt ook niet. Verder is het wel vreselijk druk. Line, escape, while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Zo, ik ken echt weinig zulke slechte stilo als wat ik vandaag draag. Yes, het is weer tijd voor de volgende missie. We gaan naar de bakker om brood te halen en dat is heel veel kilometers ver weg. We hebben de boodschappen gedaan, we hebben broodjes en bier. We gaan zo thuis even een shoplog maken. Hey, dit zijn mijn broodjes. Ik denk wel dat we verdwaald zijn. Zo, de rest van de middag heb ik besteed aan een beetje lezen en het op de bus doen van de kaartjes en het halen van brood voor morgen. Dus de morgen is goed voorbereid. We hebben verder nog niet echt grote plannen voor morgen, dus als we die wel hebben, zal ik het vertellen. En nu maak ik nog even een wandelingetje over de camping. Ik was vrij benieuwd de hele tijd wat hier zat. Dit is dus achter helemaal het einde van de camping. Maar blijkbaar zit hier gewoon niks of zo. Ik zal eens heel even kijken, want er zit daar wel een hekje. Maar ik weet niet wat daarachter is. Blijkbaar is hier achter helemaal niks. Want dat hekje zit met een ijzeren ketting vast. En er zit een hoog hek naast. Verder ben ik heel erg benieuwd wat mijn reacties worden op de kaartjes die ik heb gestuurd. Ik heb de kaartjes vandaag op de bus gedaan. Volgens mij doen ze er 2 dagen over om Nederland te bereiken. En dan zal ik jullie alle reacties vertellen die er zijn geweest sindsdien. Dit is ons huisje for the time being. Wat een huisje is met 3 verdiepingen en een kelder. Waarin dus de kelder 1 verdieping is met ook bedden en zo. Dus op zich wel grappig. En vanaf hier heb je uitzicht over de hele camping. Hier beneden staan tenten. Hiernaast staan alle huisjes. Zodat je bij de tenten last hebt van de mensen in de tenten. En bij de huisjes nergens last van hebt. Omdat die duurder zijn. En dan heb je hier achter het geluidsoverlast van het kleine zwembad wat ze hebben bij de camping. Voor 4000 gasten 1,5 meter, dus echt heel tof. Dan heb je hier een soort scheve woonwagen die te koop is. Die niemand waarschijnlijk ooit gaat kopen. En dat is de hele camping. Nou, deze hele tocht door de camping heeft me 2 dingen opgeleverd. Ding 1 is dat ik nu weet dat we hier mountainbikes kunnen huren. Wat op zich ook wel leuk is om een dag te doen. En ding 2 is dat ik weet dat ik daar morgen om 8:30 kan gaan weerwolven. Met kinderen van 8 plus. Nou, ik moet zeggen dat als ik ga
kamperen in Duitsland, dat ik niet bepaald denk ik wil met onweer in een tent liggen. Het onweer, heel erg hard. Wat een droomontbijt. We zijn nu op expeditie. Voor Buckingham Palace. Ja, ja, ja. We staan hier bij het Stuwelmeer. En hier staan we dan op de ideale plek waar mensen aan deze kant van het meer watersporten doen. En aan de andere kant van het meer niks.